Nou, ik voel me goed. Ja. Blij dat we aangekomen zijn. Mooi. Ik wil jou ook, ja. En dan voel je nou wat weer? Moet ik de antwoord opgeven? Dat hoeft niet. Doe ik niet dan. Dan ben je Jan, je eerste indruk. Ja, gaat goed. Goed. Ja, lekker slapen. Twee uurtjes geslapen. Ja. Ben je naar Spa Rode en Spa Blauw geweest? Grapje. Donau Blauw, hè? Dimitri, je moet een sleutel regelen. Ja, komt goed. Of niet Karel? Ja, je hebt gelijk. Ja. Hé hey Josse, hoe voel jij je nou dan? Ik ben een beetje misselijk van die klote wegen hier. Jij? Ja, ik vond het lekker. Ik, vond, ja? Ik heb genoten, geweldig genoten. Van de Spa Blauw en zo? Ja, Spa Blauw, ja, zeker de Spa Blauw. 106, Mr. Ostenburger-Obrich. Yes. Ostenburger-Obrich. The room is 181. Okay. 109, Shadow-Bus-Mita. Yeah. 109. Ik kan me gauw bekijken. Ik vast binnen, ik zeker dat niks gebeurt. Ja, dat komt. Lepeltje leven van de bakruimte. Lekker willen we lekker. En, alles is naar wens, toch? Als wens, Geert? Als naar wens, ja. De Prins Heerlijk. Prins Heerlijk. Ja. Nog meer. Geert was in zijn amaretto. Heel ver. Heel ver. Dus moest ik wel in mijn blijven. Lekker geslapen in de bus? Ja, Rogier is 15 keer. Oh, Rogier, ik? Oh, ja, nee, zeker. Heerlijk. Zoals altijd. Nou, moest je zo gewoon aan nou, kerstfilm van onze kerstman. Prachtig, hè? Ja. Ze hebben er echt werk van gemaakt. We zijn beter op de wegen hier. Ja, inderdaad. Ja. Ze doen hun best. De hotelmanager doet zijn best. Beetje gestrest af en toe. Beetje gestrest. Er komen 30 Nederlanders binnen. Beetje jammer. Dat is de bar. Dat zullen we een beetje veel vinden. Even lachen, maar hier werken. Ja. Even lachen. Goede reclame voor je hotel. Je speelt op Pilaria kopen, dat is wel geld. Ja. Mafioza. Het is allemaal echt als voor mensen die hier. Ja, zo zou je kunnen zien. Je hebt een aantal mensen die. Jos, je doet Twitter uitleg. Kun je ook gewoon in aanklikken en dan weer beantwoorden? Ja, dat kan ook. Ja. Eigenlijk kunnen mensen gewoon in hele korte teksten aangeven wat ze aan het doen zijn. En hoe kun je dan, hoe kun je, dat soort dingen, maar hoe kun je nou beginnen met Twitter?
moet je dan ergens aan maken? Je kan gewoon een account aanmaken. Oh, oké. Okay. En dat doe je bij? Twitter.com. Oké. Okay. Spelers hier ook in, nou? Ik ben nu aan het trainen. Ik kan me wel even bij de training kijken. Ik ben aan het trainen. Mr. Van Damme, jong. Een film, jong. Kanaal. Van mij ga je alle dingen waar ik iets normaal zeg, ga je eruit knippen. Je moet een beetje serieuzer worden. Zo, met de vorm, third floor. Ja. The other one is... Hij is al een film, moet je doen. Ik ben toch al vies, joh, dus het maakt niet meer uit, ja. Lijkt een beetje zo'n mooie stoel. Ja, net echt. Als een koning in Frankrijk, maar helaas. Dat zijn we niet. De kroon ontbreekt, hè? Those were the days. Lijkt wel familie, hè? Ja, ja. De Dalton. Alleen Joe ontbreekt. Nou. Ik stuur wel even een sms'je. Ik zou hier de beste goed. We hebben nog niet alle kamers beschikbaar. De kamers die wel beschikbaar zijn. Chris en Dimitri. Yes. Kamer 411. De roomkey. Oké. Okay. En een derde verdieping. En een visitekaartje voor als je verdwaalt. Oh, oké. Okay. Yes? Yo. Yo, ciao, hè. Gaan we daar mooi in. 411. Ja. 411. Hoe komen we daar, derde verdieping? Ja. Nou, ga maar, want dan zijn we dus eerste. Nou, tjus. Nou, dag. Tot ziens, jongens. Dan hebben we... Hoi, Bert. Ja. Ja. We zijn al klaar. Ja. Ik? Ah nee, ja. Maar ik speel pas jongen. Anderhalf uur of zo. Ah, wel nee joh. Ja. Kwartier verwacht ik jou hier beneden. Een schoonheidswandeling even doen. Hey, daar ben ik over. Derde verdieping, hè? Handkusjes. Ja, ik vind het best. Vind ik wel leuk, hè? Ik kom met de trouw. Vier. 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 De derde verdieping is daar toch? Ja. Nou, ja. Kom zelf even op de film. Ja, de lift is vol. Ja, dit is vol. Drie hoog. Ja, is dat hartstikke vol. Dan gaan we tot drie, hoor. Is toch een mietje, of niet? Dan gaan we tot drie. Ja, sorry, dat is niet vol. Doei! Oh, je hebt Peter laten staan. Rick. Ja, Peter er ook nog bij, dat was echt. Maar echt niet, kijk maar over hier, geruimd inmiddag. Er staat hier zes personen. Ja, maar dat Italianen. Zijn Italianen. Ja. Dus dit is gewoon jij. Ja. En dan smaller. Ja. Oh. Hij heeft het nu al moeilijk. Ja, laat daar met zes. Kun je het lezen? Oh. Kun je nagaan als hier een Amerikaan hierin staat. Of alle vedermaatjes. Ja. Inderdaad. Zeg maar dat ding daar niet uit. P11, we moeten daar links. P11 links, hè? Oh ja. Hey jongens. Zo, hallo, hey, hallo, jongens. P10. Dag. Welke kamer zitten jullie hier? Oh, dag. Oh, oké. Okay. Goed te weten. Mooi, zitten we niet bij jullie in de buurt. Oké. Tadaa! Nou, echt high-tech. Nou. Uitzicht. Nou. Sorry. Kijk, alle criminelen daar. Nou, allemaal teksten die ik niet kan lezen. Die licht. Straks weer schuiven, denk ik. Ja, licht. Ik zal de deur dicht doen. Het is afgeplakt. Geen wat? Nee. Iets op het doek lijkt. Jammer. Een feun voor je haken is.
Nou, dat was onze aankomst.